De strijd welke gevoerd is tijdens de Binnenlandse Oorlog was een van schuldgevoelens en veel vragen. Dit zei waarnemend bevelhebber van het Nationaal Leger, Werner Kio Asen, vandaag bij een herdenkingsplechtigheid bij het monument van gevallenen. De legertopman zegt dat de strijd die is gevoerd tussen 1986 en 1992 één is welke nooit vergeten mag worden. Een strijd die helaas gevoerd is tussen Surinamers onderling. Een strijd waar de meeste Surinamers direct en indirect betrokken waren. Het zij als ontheemde of als vluchteling, maar ook als familielid of vriend van een militair die betrokken was in het conflict. Het was een conflict die, wat later bleek, heel veel onnodig leed heeft veroorzaakt. Hoewel dit conflict 30 jaar terug officieel werd beëindigd, weten we dat de strijd toch doorging. Het was toen een mentale strijd van vragen, zoals hoe en waarom mijn dierbaren. Het was een strijd van schuldgevoelens. Het was een strijd om de leegte keer op keer te overbruggen. De mentale strijd is dus geen gemakkelijke strijd geweest. Enkelen hebben het een plaats kunnen geven. Maar we weten dat tot de dag van vandaag er militairen rondlopen die nog de trauma's van dit conflict met zich dragen. Kio Asen zegt verder dat tot heden ook de nabestaanden van de slachtoffers met de trauma's van de oorlog moeten leven. Dit moet volgens de legertopper nooit uit het oog verloren worden. Men moet vaker dit gemis of het gemis van hun dierbaren trotseren. Vooral op de dag dat ze hun hoogste goed hebben moeten geven. Of op de jaardag van deze dierbaren. Aan de nabestaanden het volgende. Uw man, zoon, broer, neef heeft zijn leven gegeven. Niet voor niets. Als militair heeft hij tot zijn laatste moment met zijn kameraden gediend. Hij heeft voor zijn kameraden gediend. Hij heeft tot zijn laatste adem gevochten voor vrede in Suriname. Het is daarom zeer gewaardeerd dat we hier een monument hebben om deze 72 helden te vereeuwigen. Legerbevelhebber Kio Asen zegt tenslotte dat het monument voor de gevallenen herinnert aan het gevecht voor vrede. Defensieminister Krishna Kumari Mathura zegt dat de nabestaanden nooit zullen terugkrijgen wat ze hebben verloren toen hun familielid het leven verloor. Dat is de reden waarom de bijdrage van de militairen nog meer gewaardeerd moet worden.